En goeiedag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019, de Career Mode. We gaan verder in Monaco, ronde nummer 6 van het kampioenschap en aflevering 49. Als je aflevering 48 in Spanje gemist hebt, zou ik die eerst even terugkijken wat je deze gaat zien. Dat kan rechtsboven in het i'tje, klik erop en zie je de aflevering verschijnen. En ben je hier nieuw op het kanaal en wil je meer wekelijkse aflevering van F1 2019 Career Mode zien? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op aan zodat je een enkele video meer van mij mist. Ja, ronde nummer 6 alweer. Monaco. Een rotscircuit om op te rijden. Echt irritant. Je kan hier een fout maken die cruciaal kan zijn. Want de afgelopen 2 seizoenen hebben we niet de finishvlag gezien. Dus ik hoop nu eindelijk dat we nu wel de finishvlag kunnen zien. 3 keer is scheefrecht, zo luidt het gezegde. Laten we hopen dat het bij ons ook dit keer van toepassing is. Een update of 2 zag ik volgens mij bij de power unit. Dus we klimmen wat meer richting Williams, maar er is nog een groot gat te zien. Ja, maar Ferrari komt ook al aan te pas. Maar eerst dus de race hier in Monaco. Ik hoop dat de gearbox het volhoudt, 80%. Je weet het niet, het kan ook zijn dat we in één keer een gearbox probleem hebben dat we de strijd moeten staken. Maar we gaan eerst door met de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. The magical Circuit de Monaco for one of the most challenging qualifying sessions on the Formula One calendar. Who can add their name to the illustrious list of Monte Carlo pole sitters here today? And I'm here, of course, with Anthony Davidson on what has turned out to be a very pleasant day indeed. No weather to interfere, no problems on the track, so absolutely no room for error. That's right, Crofty. It's looking good out there at the moment. Each team will have their own game plan for this session. And of course, once the cars leave the garage, they'll be under Parc Fermé conditions. So any last minute adjustments need to be done right here and now. Beyond that, it's all up to the driver. Who can keep their tyres in the right temperature? Who can hit their apexes? No race fuel on board these days, of course. These are the fastest cars we've had in a long, long time. And it's right here in qualifying where they're at their absolute peak. Let's get started. We zijn inmiddels aanbeland bij Q1 voor de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco. Wat ik net zei in het voorstuk, een irritant circuit, een foutje kan hier cruciaal zijn. Dus we moeten op onze hoede passen. En Monaco is hier heel belangrijk. Maar dan hebben we eigenlijk al de wedstrijd gewonnen. Of er moet iets fout gaan bij de pitstop. Het is daar geel. In één keer bij uitkomen tunnel. Een McLaren reed daar langzaam. Ik weet niet wat daar aan de hand was. Bottas met een 1.10.8. Ontzellig met een 1.12.1. Op 1.3 van de Finn. Doorverwezen naar P14. Hamilton heeft het ook moeilijk. P15. Dus we zitten in de gevarenzone. En dit wordt een stamprondje om alles te geven wat hier in deze Mercedes zit. Te hopen dat dit rondje perfect wordt. Nu groen in sector 1 op dit moment met de Delta. Het is ook groen in sector 1. 24.000ste boven de tijd van Bottas. Over startfinish heen gekomen. We zijn naar P6 verwezen. Mooi. P7 inmiddels. En ik vind dat niet genoeg. Dus ik wil nog een rondje gaan rijden op deze setje stof. Die al 3 rondes oud zijn. Nu dus. De gearbox is wat aan de hoge kant. Hopelijk dat we niet tijdens de race een probleem krijgen. Jeff zei net. Oké, we zitten nu in de top 10. Helaas voor deze ronde niet goed. P12. Op 18e. De top 13 zit gewoon binnen een seconde. Zo close is het dus. En dus wordt dit Q2 nu cruciaal voor ons. Want we hebben nu gekeken waar deze auto staat. P13. Als het zo blijft, dan starten we niet vanaf de top 10. We hebben nu wel de snelste tijd met een 1.11.2. Op dit moment. De uitslag van Q2, onszelf naar P6, Hamilton naar 5, Fiat 1. Oké, mooi, dus we zitten wel in Q3. Dit is dus nu Q3, is op bewolkt te gaan worden, zie ik.
En we nemen de eerste bocht al lekker soepel. Heerlijk snel. En dat geeft ons een goede exit voor deze paar bochten. We kunnen veel snelheid meenemen. En dat betekent misschien al dat we hier een hele snelle tijd gaan noteren. Leclerc met een 1.11.3. Bottas met een 1.11.1. Onszelf met een 1.11.0. You've just put in the fastest lap. Good job. Confirmed we'll receive you. Op dit moment de snelste tijd. Bij de laatste minuten aankomen van Q3. We zijn nog steeds na P1. En dit wordt een verbeterd rondje hopelijk. Al 5 minuten totdat regen komt. Nou, dat heeft geen nut, want de kwalificatie duurt nog 2 minuten om precies te zijn. Dus daar hebben we geen last van. Paas, paas in sector 1 en 2. 17e onder onze tijd. En die verbeteren we met een 1.10.3. Op dit moment de snelste tijd. De uitslag van Q3. Onszelf dus naar pole position. Bottas na 2. Charles Leclerc 3. En Hamilton op plek 5. En de top 8 zit binnen een seconde. Maar wij hebben een hele goede uitgangspositie voor de race. De rivaliteit breakdown met Hamilton en Verstappen. Die winnen we dus op dit moment van beide. De resource punten na de kwalificatie voor updates aan de auto. Het zijn er best wel veel. Heel erg fijn. De reputatie is gewoon gelijk gebleven bij alle teams. Alle teams, sorry voor de voice crack. Vettel en de sportsmanship. We weten het allemaal wel. Jeff zegt nog iets. Ja, we hebben een hele goede kans in de race. Want Monaco is hier een rolpunt. Je kan hier niet inhalen. Wij starten dus vanaf pole position. We gaan het zien voor de grote prijs van Monaco voor career aflevering 49. A proper road race, and in the true meaning of the word. That was how Mr. Monaco, the late great Graham Hill, once described this iconic event. The cars we drive have come a long way in the intervening half century, but still we race on those same public roads beside the Mediterranean Sea. There's no victory more coveted than that of the Monaco Grand Prix. We're on the French Riviera once more this weekend at the 2-mile-long Circuit de Monaco. The cars will climb around 40 meters up the hill, past the casino, and then descend downwards towards the harbour through Sector 2. It's a very short run from pole position to the first of the 19 corners at Sandevox. And don't expect to see much overtaking here today. And it's an absolute pleasure to be joined once again by Anthony Davidson. Let's talk about the Professor. What do you make of their performance so far this season? They've been avoiding mistakes and have had solid pace, so it's been a good season so far, but whether they can keep that up long term remains to be seen. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. The Professor lines up on pole position with Charles Leclerc alongside. As we continue through the rest of the grid today, we have Kvyat, Hamilton, Lucas Faber, and Vettel, Russell, Butler, Perez, and Antonio Giovinazzi, Kubica, Bottas. They've taken a grid penalty. Roman Grosjean and Raikkonen, Gasly, Verstappen, Carlos Sainz, and Daniel Ricciardo, Magnussen, and Lance Stroll brings the grid to a close. And with lights out just moments away. Okay, it's a short run to Sandevox, and you know what Monaco's like, so try to defend this lead. Okay, Jeff, dat komt voor elkaar. Hij zegt Sandevox is een korte run en weet hoe Monaco is, dus probeer deze lijn te verdedigen. Een 1-stop-strategie, soft en medium. 39 ronden, het is lang. En we gaan beginnen voor career aflevering 49. De lampen zijn dus aan voor de grote van Monaco. We starten vanaf pole position. Charles Leclerc naast hem daarachter Danny Field. En we zijn onderweg en het is een oké start. We verdedigen al gelijk de nog van Charles Leclerc om deze positie te behouden. Die behouden we dus ook in bocht nummer 1. Nu kunnen we het rustig aan gaan doen. De gearbox is wel wat beschadigd, dus daar moeten we ook wat voor mee oppassen. Maar de leiding hebben we behouden. You're pushing too hard. It's causing your gearbox to take increased wear. Oké, we pushen dus nu te hard. Wat betekent dat we de gearbox aan het beschadigen zijn? Raar, Jeff, want de wedstrijd is net begonnen. Ik weet niet waarom je dat nu zegt, want we pushen helemaal niet hard. Je namelijk lekker langzaam. De snelste raceronde zetten we neer. 1.16.8, ronde nummer 2. Charles Leclerc achter ons, al op 1.1. Want ik wil namelijk even wegrijden van de monegas. Zodat we dadelijk geen druk van achter
ons hebben. En dat is wel zo fijn. Paas in sector 1. Van Leclerc is 1.0. Fiat daarachter. Ronde nummer 3. We zetten de snelste raceronde met een 1.13.8 neer. DRS is beschikbaar gesteld. Het is groen. Ah, Lewis Hamilton, kom op. Hij is uitgevallen. En een virtual safety car is dus weer ter plekke. Het gaat dus nu even niet zoals gepland. Hamilton valt steeds uit. En we hebben wat tijd verloren van Charles Leclerc. Het gat is nu 14e geworden. En Danny Piot zit daar ook niet al te ver achter. Het lijkt net een beetje op seizoen 2 dat ik weer steeds de kou moet gaan trekken en dat Lewis steeds weer uitvalt. Ik hoop toch niet dat dat het geval is, want anders beloof ik een zwaarder vriend te gaan worden. En dat wil ik niet. Rood is sector 1, 1.1 langzaam. Charles Leclerc is 14e. Zit hij van ons verwijderd? Hij is 14e van ons verwijderd. Ronde nummer 4, 1 uitvallen dus, Lewis Hamilton. Lewis has dropped out of the race. Ja, dat weet ik ja. Ronde nummer 8 inmiddels. Het gat naar Leclerc is 16e. Dus hij zit er bovenop. En we doen het lekker rustig aan. Om de gearbox niet te beschadigen namelijk. Dat is het advies. En die moeten we ook gaan opvolgen. Anders eindig je met 0 punten. 19e naar Leclerc. De pitstop window is open op dit moment. Ja, die bereiken we dus. En we gaan dus naar de medium band. Wat ook het beste is, denk ik. De banden zijn wat harder dan de soft, maar zachter dan de hard. Rood in sector 1, 14e langzamer. Het gat naar Charles Leclerc is 17e. Daarachter zit Danny Piot op 14e. Net niet de muur geraakt, maar dat is allemaal oké. Okay. Ronde nummer 11. Leclerc 2.10e. Piot is naar binnen gegaan. En Weber zit achter Charles Leclerc nu. Die zijn uit het gedrang voor mij. Ja. We gaan nu een ronde lange doorrijden. Gearbox 89%. Dus dat loopt niet veel goed voor de rest van de race. Als we die uit kunnen rijden, zit er wel wat door. Maar Charles Leclerc kan hier niet aanvallen, want Monaco is hier te smal. Oké. Okay. Nu dus nu naar binnen zegt Jeff. En dat gaan we dus ook doen na deze ronde. Dan komen we dus naar binnen. En dan ben ik benieuwd waar we belanden. Belanden we voor of achter Danny Piot? Ronde nummer 13. Ik heb dus een paar ronden volgens mij laten wachten om een pitstop te maken. En we gaan dus naar de mediumband. Vettel komt ook naar binnen. Kom op. 2.1. Ja, Kubica zat in de weg. En dan ben ik benieuwd waar wij terechtkomen. Komen wij voor of achter Danny Fiat of Charles Leclerc terecht? Ik denk achter Fiat. Ja, achter Fiat. En achter Charles Leclerc. Dat is enorm balen. En dus moeten we twee posities goed zien te maken ten opzichte van Charles Leclerc en Danny Fiat. Ronde nummer 14 inmiddels. We moeten ook eerst gaan besparen wat nadelig is voor ons. De brandstof kan nog wel even een paar ronden mee, maar Charles Leclerc zit in het verkeer. Wat gunstig is voor ons. Magnussen heeft hij voor zich. Ronde nummer 14. Daar zitten we dan aan de binnenkant van Charles Leclerc en hebben die positie ruig veroverd. Maar wat was het waard? Beter ruig dan geen inhaalactie in Monaco. Anders red je het niet. Daar zitten we dan aan de buitenkant van Kevin Magnussen, die hier ons niet erg makkelijk voorbij ons laat passeren. Maar toch P8 is dus verovert. De volgende heet Danny Fiat. Ik zit er wel wat door, want ik heb het met mijn voorvleugel beschadigd. Ronde nummer 17. En Danny Fiat zit nog te ver weg. Charles Leclerc zet de snelste race nu met een 1.13.8. Ik zit er wat door en daardoor kan Danny Piot wat wegrijden van ons. Het gaat genoeg om de leiding eigenlijk. Want wij hoeven niet meer naar binnen. We zitten nog niet op de helft van de grote prijs. Gearbox is 92%.
Oh, ja hoor. Daar hebben we al een probleem. Want we kunnen niet terug van gear 7. We zitten gewoon in gear 7 voor bijna heel sector 2 en 3. En dat is wat nadelig voor ons. Weber hebben we nu achter ons die het hier gewoon probeert. Aan de buitenkant, maar dat is niet zo makkelijk, Weber, want wij duwen hem daar wijd. Ronde nummer 23. Van de 39. Fiat kunnen we niet meer inhalen, dat gat is te groot voor de 10.3 volgens mij, als ik dat goed zeg. Maar de gearbox heeft dus een probleem. Ja, 94%, dat houden wij dus niet meer lang. Oh, ja, nu is gear 2 weg. Versnelling nummer 2 is weg. En dit is heel irritant rijden, want hij schakelt naar zijn 3 en dan weer terug naar zijn 1. Dus ik verlies hier veel momentum en Vettel zit hier al te kijken waar hij een aanval kan wagen voor positie nummer 3. Het gaat genoeg om een podium en we hebben een heel treintje achter ons. Versnelling 2 is nog niet terug. Daar zitten we dan vast in versnelling nummer 2. En dit is niet wat ik wil. En Vettel heeft plek 2 veroverd. Een makkelijke verovering van die plek, want wij hebben gewoon moeite met de gearbox. Dus moeten we nu plek 3 gaan zien te verdedigen. Een overwinning zit er niet in voor ons helaas. Maar een podiumplek hopelijk nog wel. Ronde nummer 28, nog 11 ronden te gaan en de gearbox is 96% en ik heb besloten dat het mooi is geweest. Helaas moeten we de strijd staken hier in Monaco door een gearbox probleem. Het is niet anders. Volgende keer beter. Here they are then, coming into Parc Fermé, and an excellent win for the Williams team. What do you think it was, Ant, that gave them the edge over the competition today? Well, I know it's a bit of a boring answer, but the truth is they simply had the best speed package on the day, and a driver who knows how to take advantage of that. It doesn't matter how much time you spend poring over the stats and planning strategies if you can't keep the pace, and our winner today showed they could do both. Williams have put in an incredible performance out on the track today. I'm glad all the hard work of theirs has finally paid off. Nou, de uitslag, Danny Fiat wint zijn allereerste grote prijs in seizoen 3. Vettel naar 2 en Weber maakt het podium compleet. Sainz pakt het snelste racerondepunt en is naar P4 gegaan. Hij vertrok op plek 17 en 3 uitvalbeurten. Onszelf, Charles Leclerc en Lewis Hamilton. Een dubbele DNF voor Mercedes. Een zwarte dag hier in seizoen 3, hier in Monaco. Maar we houden nog steeds de leiding in het WK. Ook in de constructeurs, maar Ferrari is dichterbij gekropen. De rivaliteit breakdown met Lewis Hamilton en Max Verstappen, die winnen we dus nog op dit moment. De resource punten na Monte Carlo in Monaco. Het zijn er niet zoveel zoals gebruikelijk. De team goal is wel behaald. Dat was volgens mij een paar practice programs. Complimenteren. De reputatie is flink gedaald. Dat komt door die uitvalbeurt. We klimmen naar een rookie toe. En een showmanship. Commiserations on that result. It's been a tough weekend. Ja, dat klopt, Emma. Ze is gelukkig niet boos. Looks like one of your rivals. Een invitational event. Die doen we dus niet. Dit was het voor de mensen. Ik hoop dat jullie toch nog genoten hebben van deze video, ondanks een uitvalbeurt. Beloon het dan met een like als je genoten hebt. Ben je nieuw op het kanaal en wil je meer wekelijkse afleveringen van F1 2019 Premium zien? Ram dan onder de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op aan dat je geen enkele video van mij mist. Reageer wat beter kan op mijn woorden, volg me even op Instagram, links in de beschrijving. En dan zou ik zeggen, een fijne dag verder en tot ziens, tot de volgende keer bij F1 2019 Premium. Gaan we verder in Canada.